U noemt zichzelf hulpverlener, maar welke hulpverlener geeft nou vingertips? Wie doet dat nou? Vandaag moet Thijs Reume verantwoording afleggen bij de rechtbank hierzo in Assen, want hij wordt beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag tegen 3 minderjarige meisjes. Nou, wij stonden hier in alle vroegte, de hele vaderlandse pers had zich verzameld, maar Thijs, ja, die kreeg van de rechtbank het privilege om via de achterkant toe naar binnen te gaan. Dat beloof wat. Ja, excuus, dat moet dan maar even zo expliciet. Thijs vroeg dan bijvoorbeeld, ben je nat of heb je een nat kutje? Als ik daar niet op inging, was het einde gesprek. Omdat ik niet wilde dat het einde gesprek zou zijn, ging ik daar dan toch op in. Ik werd verliefd op je en tegelijkertijd was je mijn vaderfiguur. Die ik op dat moment enorm miste. Als ik geen foto wilde sturen, dan blokkeerde je mij. En dan raakte ik totaal in paniek en dacht ik ben je kwijt. Je wist alles, maar dan ook alles van mij. Je hebt hier misbruik van gemaakt, Thijs. En dat weet je heel goed. Thijs, ik was 15. Kwetsbaar, onzeker en hunkerde naar liefde. En dat heb jij misbruikt. Thijs begon dan over vingeren. Hij legde uit wat vingeren was en zei dat hij zichzelf aan het aftrekken was. Thijs zei dat ik mijn vinger in mijn kutje heen en weer moest doen omdat dat lekker was. Vinger jij jezelf wel eens, vroeg je mij. Nou, Thijs, voor het geval je het nog steeds niet kan herinneren, ik was 14. Ik was daar niet mee bezig. Maar jij was het daar om mij te leren. Ik voelde toch een stuk druk. Ik was jong en naïef en wilde graag het contact met Thijs voortzetten. Het komt erop neer dat Thijs Reume zegt, ja, ik ben een grens overgegaan. Ik heb dingen gedaan die ik niet had moeten doen. En dan doelt hij vooral op het feit dat hij gesprekken over seks had met meisjes van 14, 15, 16 jaar. Wat hij ontkent is dat hij ooit om naaktfoto's heeft gevraagd in ruil voor bijvoorbeeld een handtekening of een figurantenrolletje. De officier van justitie zegt, hij heeft wel degelijk verwerpelijk gedrag getoond, strafbaar gedrag. En daar eiste hij een maximale taakstraf van 240 uur en daarnaast een celstraf van 90 dagen, waarvan 89 dagen voorwaardelijk. Dat betekent dat er 1 dag cel overblijft, maar ja, die is weg te strepen tegen de 2 dagen dat hij voor verhoor op het politiebureau heeft gezeten. Ja, de eis van de officier van justitie, die valt, lezen we nu al op social media, bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat. Yvonne Kolderweijer onder andere die postte Nederland pedoland. Ja, begrijpt u die verontwaardigde reacties? Nou, ik maak eerlijk gezegd niet anders mee dan dat mensen verontwaardigd reageren op eisen van officieren en ook op vonnissen van rechters. Doorgaans hebben ze eerlijk gezegd niet zo heel veel kijk op een zaak. Kijk, er is hier geen sprake geweest van een man die daadwerkelijk ontucht heeft gepleegd met meisjes. Hij heeft ze niet bedreigd, niet gechanteerd, niet afgeperst. In dat soort gevallen zie je echt dat er celstraffen worden geëist. Dus dat zou logisch zijn. Dat is hier allemaal niet aan de orde. Waarmee niet is gezegd dat wat hij heeft gedaan niet moreel verwerpelijk is. Thijs, ik mag u volgens mij alvast feliciteren. 240 uur taakstraf, 89 dagen voorwaardelijk. Thijs, kun je uitleggen waarom je vandaag niet spijt hebt betuigd? U noemt zichzelf hulpverlener, maar welke hulpverlener geeft nou vingertips? Wie doet dat nou? Waarom doe je niet reageren, Thijs? De zonnebril op, zegt helemaal niets. Nou ja, als hij niks zegt, zal ik nog maar eens een citaat erbij halen die u naar Verloor van 15 heeft gestuurd. Ik ga nu klaarkomen. Hij had zijn verhaal zoveel sterker gemaakt als hij een verklaring had gegeven nu. Maar ja. Een hulpverlener die vingertips geeft. Wie verzint het? Thijs, je kunt toch wel gewoon reageren? Ja, daar sta je dan. Nou, dan stap je maar de auto in, hè. Niet eens sorry toen u de kans kreeg. Geen eens sorry. Ja, en daar zit hij dan. Spijt heeft hij niet betuigd toen hij daar de kans voor kreeg. Hij springt nu gauw achter in de auto, zonder bril op. Nou ja, vertrek maar. Wat fantastisch dat jij het hebt volgehouden tot het einde van dit
hoogwaardig journalistiek item. Voor meer, abonneer en volg ons op de socials. Dankjewel.